Nick Schilder maakt een opvallend debuut als muziekdeskundige bij RTL Boulevard. Zijn verschijning aan de desk zorgt voor verdeelde reacties, waarbij sommige twijfels uiten over de stap die hij heeft genomen na het stoppen van Nick en Simon. Terwijl Nick zijn expertise deelt over ABBA's succes en live voorbeelden geeft met zijn gitaar, roept zijn nieuwe rol vragen op over zijn zichtbaarheid en carrièreontwikkeling. Terwijl critici zich afvragen of dit een strategische zet is voor media exposure of eerder een stap terug, zien anderen het als een manier voor Nick om relevant te blijven en zijn veelzijdigheid te tonen. Hoe dan ook, zijn optreden bij RTL Boulevard biedt hem een platform om zijn kennis te delen en zijn muzikale talent te benutten, ondanks mogelijke twijfels over de richting van zijn carrière na het stoppen van zijn duo.